Goedenavond, dit is het Heuveland Nieuws van maandag 1 mei. In Waals hebben zondag tientallen mensen gedemonstreerd tegen onnodig motorlawaai. De groepen uit Nederland, Duitsland en België zijn samengekomen op het Drielandenpunt. De beweging wil onder meer dat wegen afgesloten kunnen worden voor luidruchtige motoren. Bewustwording dat eigenlijk het geluid van, in dit geval motorfietsen, dusdanig hoog is dat mensen er ziek van worden. Als wij in onze tuin zitten of op ons balkon, op meer dan 100 plekken in Nederland hebben we de actiegroepen, dan kun je eigenlijk elkaar niet meer verstaan. Ja, en dat is pretherrie, dat is nergens voor nodig en dat willen we niet meer. Nou, het vervelende is dat die campagne ook gevoerd wordt tegen de motorrijder. Die motorrijder is namelijk een gewone aardige meneer of mevrouw. En als je 20 motorrijders in een museum zet, in een theater, in de supermarkt en ze hebben niet hun motorpak aan, dan herken je ze natuurlijk helemaal niet als motorrijder. Valt wel mee, hè? En als je rijdt, dan hoor je bijna helemaal niet, hè? Dus... Zijn er wel eens mensen die daar aanstoot aan nemen? Ja, ik zeg toch al, als we aankomen, dan staan ze al zo. En die gekke wielrenners, die krijgen het nou ook al in het hoofd. Als ze ons zien aankomen, dan zitten ze ook al zo op de fiets. Ja, dan denken wij eigen, waar ben je mee bezig? Een groot deel van de motoren meent dat enerzijds het Heuveland een racebaan is. En maken het zo bont dat ze met 120, 140, 160 km per uur door een gebied razen waar maximaal 60 geldt. En een ander gedeelte maakt een geweldige partij herrie, wat hier nu ook op beeld wordt getoond. Hè. 106 dBA mag een zware Harley maken, wettelijk. Dus als je dat doet, is hij nog steeds binnen de wet. Maar wij worden er hartstikke gek van, want 106 dBA, dat is het geluid van een kettingzaag. Ja, lijkt wel mee te vallen, toch? Ja, dat is nog een net braaf geluid. Mooie driecilinder, gelijkvormig, gelijkmatig geluid. Dit is helemaal niet heftig. En als je naar het uitlaatje kijkt, dat is ook allemaal niet spannend. Maar dat is natuurlijk standaard. Afgelopen vrijdag uitte Paul Merk van bewonersplatform Lijn 50 al zorgen over het motorlawaai. Dat deed hij in het praatprogramma Uitgelicht Heuveland. Er is, tenminste, als we naar de bewoners luisteren, is er behoorlijke verkeersoverlast. En verkeersoverlast kijken we eigenlijk naar twee facetten van de verkeersdrukte. Dus zeg maar het aantal verkeersbewegingen, aantal auto's, aantal fietsers. En aan de andere kant overlast. En dan moet je denken vooral aan verkeerslawaai, herrie, van gemotoriseerd verkeer, motoren, rallies, scooters, noem maar op. Maar ook bijvoorbeeld zaken als stank, uitlaatgassen, trilling, maar ook beeldvervuiling bijvoorbeeld. Het hele programma met Paul Merk is terug te zien via onze website en app. En dan gaan we naar Wieleren, want daar gaat het pand met arbeidsmigranten nog niet op slot. De eigenaar heeft bezwaar gemaakt, meldt Nieuwsite in Limburg. De gemeente moet het bezwaar behandelen en daardoor blijft het pand voorlopig open. De gemeente Gulpen-Wittem wilde het pand eigenlijk vrijdag sluiten. Het pand zou dan 3 maanden op slot gaan. Aanleiding voor de sluiting zijn verschillende incidenten. Vorig jaar staken 2 migranten elkaar daar dood na een ruzie. Een paar weken terug werd een man nog op straat mishandeld. In Dakota heeft zaterdag en zondag over het Guldal gevlogen. Dit vliegtuig komt uit 1944 en heeft meegedaan aan operatie Market Garden. Tijdens deze operatie in de Tweede Wereldoorlog is onder andere het zuiden van Nederland bevrijd. Inwoners konden deze dagen een rondvlucht maken. Het is in 1933 ontworpen, het is in 1944 gebouwd, voornamelijk door vrouwen in de fabrieken. Want in die tijd in de oorlog waren er geen mannen in de fabrieken, die zaten aan het front. En het is een van de meest gebouwde vliegtuigen in de wereld. En iedereen kent, tenminste iedereen die iets met luchtvaart te maken heeft, die kent de Dakota en de DC-3. Het geluid is heel bijzonder. Het zijn 14 cilinders zitten in één motor, 2 liter inhoud. En het is een beetje hetzelfde als dat er 14 Harley Davidson's overkomen vliegen. En het geluid is herkenbaar en mensen van boven de 60, 70 die ooit iets met luchtvaart te maken hebben, die zullen het geluid meteen herkennen. Ik vind het super vet. Echt serieus onwijs gaaf. Ja. Dit is gewoon zo'n mooie kist, weet je wel. En ik ben nu 20, ik weet niet hoe lang deze kist nog gaat vliegen. Dus om nu toch wel mee te mogen, dat is... Ja, voor mij een once in a lifetime chance. Ja, dat is heel apart. Het is de eerste keer dat ik in zo'n toestelletje zit. Dus wat wil je nog meer?
Ja, en het is een toestel van mijn leeftijd. Dus dat is ook een heel bijzonder. Je komt net uit het vliegtuig. Hoe was het? Heel mooi. En wat heb je allemaal gezien? Overal. Hij gaat al heel vaak mee, hè? Ja, hij is al 16 keer mee geweest, zal ik zeggen, met de Dakota. Vroeger gingen we altijd met de grote vliegtuigen ook op vakantie, maar dat kan niet meer, helaas. Hij is sinds papa overleden is. En, maar hij gaat dus ieder jaar gaat hij dus twee keer, want als hij twee keer komt, gaat hij ook twee keer mee, zal ik zeggen, met de Dakota. En hij verheugt zich daar eigenlijk een heel jaar op. Heel cool om een keer mee te maken, ja. Echt gaaf. Geweldig, hartstikke mooi. Ik had het van de kinderen gekregen voor mijn 70ste verjaardag. Het was prachtig om te doen. En mijn vader, die is in de oorlog vanuit zo'n kist gesprongen bij Market Garden. Dus die heeft dus de oorlog echt meegemaakt en vanuit zo'n vliegtuig gesprongen in Arnhem. Voor de bevrijding van Nederland. Ja, vooral omdat hij zoveel geluid maakt en toch best wel wat trilt. Dus het is heel anders dan een normaal vliegtuig. Het was een geweldige ervaring, wel veel lawaai binnen. Maar het was heel mooi om te doen. Heel mooi. En dan het weer. Dinsdag is er in de ochtend nog vrij veel bewolking, maar richting het middaguur komen er steeds bredere opklaringen en perioden met zon. Het blijft droog en de temperatuur ligt in de middag rond de 13 graden. In de nacht daalt het kwik tot 8 graden. De wind is matig en komt uit het noordwesten en later uit het noorden en maakt voor het gevoel wat frisser. Woensdag zijn er perioden met zon en wordt het iets warmer bij 15 graden. 'S Nachts ongeveer 5 graden. Er waait een matige wind uit het oosten die droge lucht aanvoert en geen neerslag meebrengt. Donderdag is er met name in de middag geregeld zon en wordt het een stuk warmer bij 20 graden. De wind waait dan nog steeds matig uit het oosten en ook deze dag blijft het droog. Vrijdag en zaterdag wordt het licht wisselvallig met iets lagere temperaturen. En tot zover het Heuveland nieuws. Zometeen na de reclame kunt u kijken naar een documentaire over de hongerwinter. Dat vergeet ik nooit, dat moment, dat zit aan mijn netvlies. Suikerbieten, bloembollen, die waren niet te eten. Ik ben nooit meer bang geweest, voor niks. Nu nog niet. En het Heuvelandnieuws is er morgen om 7 uur weer. Ik wens u nog een hele fijne dag.